Yo, even Game Max. Vandaag gaan we vuurwerk halen in Duitsland en we beginnen bij de Lidl. Doe vast een like en vergeet zeker niet te abonneren. Nou, we zijn bij de Lidl. Het is een beetje erg op alvast. Ik kan een beetje laten zien. Hier liggen de pijlen. En zoals je ziet, Casino Royale op. Black Ice is op. Dus we moeten even wachten. Hier heb ik al een paar van gepakt, hier heb ik een paar van gepakt, hier heb ik gepakt. Hier heb ik ook een paar van gepakt. Knalpakketje. Neem ook mee. En daar komen nieuwe dingen aan, zie ik. Discovery hebben we een paar van. Hellboy. Ik heb een paar dingen met een winkelwagen, zoals categorie 1. De laser, die moeten we meenemen. Wou mama nog sterretjes? Nou, ook nog een pijlenpakketje ga ik meenemen. Pijlenpakket. Even naar een karretje. Dit hebben we al. Alligator. Elysium. Hellboy. Discovery. Uranus. En dus de laser. Dit pijlenpakket. Nou, even wachten. Kwamen ze bijvullen. Ze waren na 2 seconden ook weer weg. Ik heb er gelukkig eentje. Black Ice, mijn favoriete cake in Duitsland. Hoppa, zetten we er ook bij. Dan moeten we nog even kijken of we alles hebben. Want dit hebben we tot nu toe. En hier hebben we de nieuwe cakes in Duitsland, de Highlander. Hij is best groot, alleen ik heb gekeken het filmpje. Ik vind hem niet echt mooi. En het kost 23 euro, dus ik ga hem niet meenemen. Je hebt hier de Galaxus. Ik had hem veel kleiner verwacht. Op de site leek hij veel kleiner. 13 euro, ik vind hem net niet waard. En ik zie hier, ik weet niet of het nieuw is, maar kleine raketjes. Dus ik denk dat ik hier een pakje van mee ga nemen, is wel grappig. En daar wordt vuurwerk bij gevuld. En hier heb je de andere nieuwe cake, Unforgettable. Nou, ga ik ook niet meenemen, vond ik niet echt heel mooi effect. In ieder geval, het wordt weer bijgevuld en we wachten nog eventjes op een paar dingen. Kijk, en zo wordt het om de paar minuten bijgevuld. Medewerker komt met een karretje en dan vullen ze het bij. Nou mensen, ze moesten alleen de Painted Sky nog, alleen die is op. Dus ja, dan gaan we een andere winkel kijken naar Lidl. In ieder geval, dit hebben we gekocht. Ik laat uitgebreid in de collectievideo zien, maar nu gaan we naar een andere Lidl toe. Of even een andere winkel toe. Nou mensen, ik ga het even op de band zetten wat ik allemaal ga kopen. Black Ice. Nog een Black Ice. Hellboy. Kubische kanonslagen. Knalpakketje. Galaxus. Nee, dit is Elysium bedoel ik. Elysium. Pijlenpakketje. De Shocks van Duitsland. De Laserfontein. De High Speed Bombs pijlenpakket. De Uranus. 3 keer de Alligator. En 3 keer de Discovery. Dat gaan we dus halen. En we gaan nog even naar een andere Lidl kijken of ze de Painted Sky nog hebben. Nou mensen, we zijn bij de Aldi Zoet en hier gaan we flink wat inslaan. Nou mensen, we zijn bij de Aldi Zoet. We gaan hier een soort vuurwerk uitzoeken. Ik laat jullie eerst even alles zien wat ze hebben. Achter gaan we heel wat van meenemen. Nou, dan gaan we maar beginnen. Ik heb gewoon een doos bij gepakt. Dan pak ik 1 keer 20 kub of wel kubische kanonslaag hier. De, hoe heet het, deze dingen? Galahad pijlen. Daar pakken we 1 pakketje van. Nou, dan gaan we hier
naar de achterste toe. Dan gaan we er 16 van in doen. Dus het is wel even wat werk. Pak ze voor met 2 tegelijk. Dus ik heb er goed een speciaal doos voor gevraagd. En er 12, 13, nog 3. Hop. Hop. 16 keer de achters. Mooi cake, 3 euro maar, dus dat is niks. Voor 16 shots. Nou, dan gaan we even verder kijken. Dan hebben we hier de Swords of Fire. Die heb ik ook nodig. 500 grammer. Kom maar, hoeveel kost die? 19 euro. Die gaan we ook meenemen. Hoppakee. Dan moeten we even verder kijken wat ik nog meer heb uitgezocht. Hier de Mystic Moments. Ook mooi cake met Aldi. 8 euro. Alle prijzen van de artikelen zet ik in de beschrijving. Dus als je dat wil weten, moet je de beschrijving checken. Dan zoek ik nog eentje. Even kijken. Hier de Excalibur, terwijl ja, hetzelfde als Casino Royale bij de Lidl. En dan pakken we dit pakketje nog even erbij. Big Bang pakketje met leuke knalletjes. Anders als bij de Lidl, dan pakken we die. Deze had ik vorig jaar, die schoot in één keer leeg. Dat was echt niet normaal, best wel een goede alleen. Die ga ik dit jaar niet meenemen. Even kijken of ze die nog hebben. Volgens mij hebben ze de... Waar staat die? Ik kan niet echt vinden. De Guardian zoek ik, maar ik weet niet of ze die nog hebben. Volgens mij hebben ze die niet. Ik zie hem ook nergens erop staan. Dus dan hebben ze die helaas niet. En dan pakken we 1 extra Mystic Moments erbij. Ongeveer wel vergelijkbaar. Die was iets duurder. Pak we nog eentje van deze erbij. Hoppakee. En dan zoek je dat. Nee, ze hebben hem echt niet. Nou, laat een keertje een beetje zien wat ze hebben. Dan heb je alles op één rij staan. Best makkelijk. En er is hier bijna niemand. Dus dat is ook handig. Nou, hebben we nog iets leuks wat ertussen zit dat we mee kunnen nemen? Ik zie hem echt niet, de Guardian. Nou, dan pakken we deze fontein. Lijkt me wel een leuk fonteintje. Merlin, 55 seconden, 3 euro. Pakken we deze erbij. En dan was dit uiteindelijk wat we met de Aldi gaan kopen. 2 keer de Mystic Moments dus. 16 keer de achters. Kijk maar. 1 keer de knalpakketje. 1 keer de Swords of Fire. Thunder Cube. 1 keer de Galahad pijlen. En dan 1 keer deze fontein. Nou, dan gaan we even door naar de volgende winkel. En dan zien jullie ons daar weer. Nou mensen, gaan ze even bij deze Lidl nog kijken of ze de Painted Sky hebben, want bij de andere Lidl was die volledig op. En hier zit volgens mij een nieuwe lading vuurwerk in. Kijk mensen, altijd handig zo'n Lidl die niemand kent, alles nog op voorraad. En daar ligt hij op de Painted Sky. Alles nog op voorraad zoals je kan zien. Ik loop even hier ook een rondje. Hier, zelfs de Black Ice nog op voorraad. En hier is je dan die we zochten, de Painted Sky. Dus die gaan we hier meenemen. Dan was het al wat we hier gaan kopen. Hoppa. Kijk, alles nog op voorraad. Dus altijd handig als er nog een andere Lidl is die niemand kent hier. Dan gaan we nu even door naar de laatste winkel. De Norma. Nou mensen, de laatste winkel in Duitsland van vandaag, de Norma. Hier gaan we nog een paar cakes halen en wat pijlen. Nou mensen, dit hebben ze dus hier. Hier ligt heel veel. Maar genoeg, in ieder geval. Hier, deze ga ik een paar van meenemen. 16 shots, 4 euro. Mooie cake vind ik zelf. Zo
zal even een rondje lopen om te laten zien wat ze nog meer hebben. Ze hebben alles op een hoopje liggen. Ja, dus dat is niet echt handig. 18 euro. Pijlenpakketten, grote cakes vooral. Kijk hier mensen. 500 gram. Nou kijk, nog mijn pijlen. Ik ga even een paar dingen pakken die ik nodig heb en dan gaan we het afrekenen. Nou mensen, dit ga ik eens kopen. 5 keer de map Histos Fire en de Ultimate Mix pijlenpakket met nog wat kleine Duitse knalletjes erin. Voor pijlen, een stuk of 8. In ieder geval, dit was het, dus ik laat je zo meteen nog alles in de auto zien. Nou mensen, we hebben een heleboel gekocht. In ieder geval wil je de collectievideo zien, die komt online zo meteen. Of als het online staat. Het staat in beeld, als je de collectievideo wil zien, klik even midden in beeld. En dan kan je naar de collectievideo. Bedankt voor het kijken, doe even een like, vergeet zeker niet te abonneren. En tot de volgende keer.